Dat mag. Anderhalve meter. Hey, ja, Toon. Ja, Toon den Tweede. Nee. Toon is er helaas niet bij vandaag. Had niks met corona te maken. Niks corona. Toon die ligt met zijn benen omhoog. Met zijn benen omhoog, pin en een teen. Ja, de welvaartsziekte. Ja. Dus Toon. Wetenschap, jongen. Hoe doe je dat zo, hè? Zo. Ja. Toon, wetenschap, hè? In de camera kijken. Oh ja, naar onder, hè? Als we Toon dan noemen. Hey, wetenschap. Wil je Toon ook wetenschap wensen? Laat even hieronder. Even reageren. Ja, of een duimpje. Zo. Is ook leuk. Weet je wat vandaag het is? Vrijdag. Het is mantelzorgdag. Vandaag is mantelzorgdag. Ja. Okay. Dan hebben we dus vrijwillig bloemen rondgebracht naar de vrijwilligers die mantelzorg doen. Dat vergt heel veel vrijwilligers, heb ik zo de indruk. Hebben we zoveel vrijwilligers in Bergen? Ja, ik denk gewoon dat de ene mantelzorger een bloemetje naar de andere aanbrengen is. Dat ze zo'n beetje een soort kruisbestuivingen hebben het dan nog over. Maar wel goed dat ze er zijn. Goed dat ze er zien en het is zeer, zeer te waarderen natuurlijk ook. Hè. Ik kreeg allemaal een mooie pot van Piet de Mulder. Piet de Mulder. En die potten ging de hele winter, Piet heeft gezegd, kunnen ze de hele winter plezier van hebben. Dus garantie tot aan de lente. Volgende week, aanstaande woensdag. Woensdag is het 11 van de 11e. 11 van de 11e. Ja. Maar er wordt geen. De opening van het carnavalseizoen. Normaal gesproken met veel bombari en tralala. Ja, dan gaat dat rood-geel-groene bloed stromen bij de carnavalisten. Maar dit jaar. Ja, het gaat anders. Ja, ik denk dat het wel gaat stromen, maar dat het niet echt... De verkeerde kant is. Ja, de verkeerde kant is. Maar er zijn toch wel een paar dingen, de Bergen-Lodde-Heuren? Ja, dat is nou komende woensdag de 11e van de 11e. Bergen-Lodde-Heuren, dat is een oproep van de Eerdmennekes dat ze... Ja, volgens mij het Limburgs volkslied moeten gaan spelen. Buiten in den Hof, op het balkonnetje, in de tuin. Zingen, dansje, verkleed. Een beetje zuipen. Ja. En met 7:11, s'avonds is dat. Maar les maar even op de website van Maasduin Centraal, staat er allemaal op. Ja, hey, en dan de bessenbinderbox. Ik bedoel, alles wordt nu, alle eten, alles wordt in boxen gedaan. Je kunt alle bestellen. Ik dacht dat er een box, een broek, dat ze een bessenbindersbroek. Nee, volgens mij is het een box met allemaal dingen. Een doos. Een doos. Ja, zeg dat dan, een bessenbindersdoos. Nee, een bessenbinderbox en daar zit dan... en alles in om wat gezelligheid in huis te halen, om toch de carnavalsfeer en nee, maar dat schijnt ook wel leuk. Ja, ik denk het. Misschien dan maak je een doos over, ligt de hele kamer vol confetti en zo. Ja, dat zou dat zou wel leuk zijn voor het carnavalsgevoel. Hoi. Ja, ze zijn de fans van Toon die denken, wat ziet Toon er goed uit? Is die afgevallen? Hij heeft een verjongingskuur ondergaan. Een botoxje. Ja. Die Hein Stamme, 100, afgelopen zondag. Mooi, hè? Dat is mooi. Ja, hebben we vorige week met Toon ook al even gezongen. Ja, maar dan hebben jullie zeg maar een aanloop genomen. Nu heeft hij het ook gehaald. De honderd gaan. En de burgemeester is daar geweest, die heeft hem gefeliciteerd. Ze hadden een heel leuke drive-bike daar. Heel veel mensen die voorbij zijn komen rijden, smiddags. Feliciteren. Om felicitatie. En Hein, op naar de volgende 100. Ja, we beginnen met 101. 101, ja, moet je de lat hoog leggen. hij moet wel perspectief hebben. Ja, toch ruim 101. Hé, hey, en nou? En nou? De Jumbo gaat dicht. De Jumbo gaat dicht. Oh, deze week is dat of niet? Ja, de 8e. Dus, ja, dat is nou, dat is maandag. Ja, dan of gaat zondag, die... zondag. Ja, de Jumbo dicht. Ja, maar 3 dagen of zo, hè? 3 of 4 ja, dagen. Maar, dicht, dus, dan gaan ze alles weer op een andere plek zetten. Alles weer, ja, dan zit het weg. Misschien dat ze een landkaartje gaan uitbrengen. Als je de winkel binnenkomt, dadelijk de nieuwe winkel. Ja. Dat je een soort platte grond krijgt, ja. Van hier ligt het vlees, daar ligt de mek. Nou, ik denk wel, ja, dat doen ze bewust, hè? Mensen gewoon helemaal gek. En dan moet je weer andere dingen gaan pakken. Dat is... Ja, ja. Of dus... ze gewoon allemaal naar Jan Lenders toe, dat kan natuurlijk ook. Hey, trouwens, niet alleen de Jumbo, hè? Ik zag nu ook dat hier op het industrieterrein, de Multimeter, dat is ook... Ja, maar dat weer toch Hubo? Ja, de volgende week donderdag wordt dat officieel, maar...
De Hubo-vlaggen hangen er al. Hè? De Hubo-vlaggen hangen er al. Ja, oké. Okay. Dus het is. Dag Multimate. Hallo Hubo. Nee, dat is Jumbo toch? Een beetje ouwe hoeren en een beetje. Ja. Ja, dan hebben we natuurlijk het wekelijkse gesprekje met de burgemeester. Wat. Met de burgemeester toch zeggen. Digitaal, hè? Digitaal. Ja, aan de digitale tafel. Digitale tafel op. Ja. Maar het is niet wekelijks, we doen het twee weken en we doen het eigenlijk zeg maar, als de Rijksoverheid nieuwe plannen heeft, dan mogen de burgemeesters dit bij me uitleggen. Die mogen er een plasje over doen. Ik vind wel dat ze niet dukker op de televisie of op de internet of op de site moeten komen, als Toon en Fred natuurlijk. Hè. Ze beginnen nou wel een beetje populair lopen doen op... Op Maasduin Centraal, maar dat is toch eigenlijk van Toon en Fred. Ja, maar is het niet zo dat ze dat gewoon goed hebben afgekeken? Hè? Ze zeggen toch al, beter goed gejat dan slecht bedacht. Hè? Ja. Dan wel, dat die trekken zich niks van corona. Die gaan gewoon met alles door. Hè? Wels archief, die hebben zoiets van, we gaan corona, gewoon... Corona bestut voor ons, die wij trekken gewoon deur. Ja. Ze zijn wel echt goed bezig door in deur, hè? Ja, die ze hebben die straatnaambordjes, die ouderwetse straatnaambordjes voor maanden terug al gedaan. Ja. Nou zien we van die ANWB-bordjes met de omschrijving, waar het pand eigenlijk ooit voor gediend heeft, wat het ooit geweest is. Een uitgebreide omschrijving van de historische feiten. En nou het laatste wapenfeit, het oorlogsmonument bij de begraafplaats. Ja, in de Fietskapel. Ja, een rare wat een week. Geen Toon. Je hebt met mij moeten doen. Ja. Ja, nou, het is een keer wat anders. Sorry, alvast sorry. Toon, beterschap. Hopelijk zit je volgende week hier. Hoe doe je dit dan? Nee, als je het filmpje lukt hebt gevonden. Oh ja, een duimpje. Zo ja, hè? Duimpje. Dan moet ik naar beneden kijken. Dat doet Toon ook. Hè. Onder gaan we. Delen. En reageren. Een fijn weekend en Hoi. Tot volgende week. Hoi. Als we nou eens een keer niet over de burgemeester hebben. Of Menon? Ja, maar over Pekema. Zou Menon zich niet gepasseerd voelen dan? Ja, dat weet ik niet. Dat we in de problemen komen. Pekema is rondjes gaan rijden. En Menon niet. Die bloemen van Uiterlooi. Van Pieter Mulder. Die, en nou is de wethouder zelf is ook aan het... Pekema, die is ook bloemen aan het venten. Is dat niet een soort taak van die wethouder dat ze dat bloemetje wegbrengen? Moet dat aan die vrijwilligers overgelaten worden? Oh, jij bedoelt eigenlijk dat hij het gewoon... Die had hij sowieso wat te doen, toch? Als eerste, hè? Als eerste, voorop. Vanochtend om kwart over zeven Hij had een dikse auto. Ja. Een grote kofferbak. Ik weet toch vaak, die auto die stond in de garage, dus ik denk dat die... Hij had een leenautootje. Ja, doe het toch. Pekema, goed bezig. Goed bezig.